De crisis van de jaren 30. In 1929 brak er in de Verenigde Staten een grote economische crisis uit. Deze ontstond als het gevolg van de beurscrash van 1929, waarbij de aandelenkoersen op Wall Street ongekend snel kelderden. Deze gebeurtenis wordt Black Thursday genoemd, ofwel Zwarte Donderdag, waarbij op donderdag 24 oktober 1929 de aandelenkoersen instortten en beleggers in paniek hun aandelen gingen verkopen. Wat ging hieraan vooraf? Door de economische opleving in de jaren 20 waren veel mensen gaan beleggen op de aandelenbeurs. En het ging lange tijd goed, want de koersen bleven stijgen en veel mensen gingen op een gegeven moment dus ook met geleend geld beleggen. In beleggerstermen wordt dit kopen op margin genoemd, waarbij je een deel van de onderliggende waarde van het aandeel financiert met geleend geld. In de jaren 20 kon je wel tot 90% van de onderliggende waarde lenen. En dus 10% legde je dan eigen geld in. Een zeer risicovolle manier van beleggen, omdat je voldoende geld in kas moet houden om de verliezen mee op te kunnen vangen. Want als de koersen dalen en het lukt je dan niet om het geld bij te leggen, krijg je de gevreesde margin call. En dat betekent dus, dat wat ik al eerder zei, dat als je dat geleende geld niet kunt bijleggen, dat de aandelen worden verkocht op het koers van dat moment. En zo raakten veel beleggers in één keer al hun geld kwijt, waarbij sommigen zo diep in de schulden kwamen dat ze uit wanhoop zelfmoord gingen plegen. Van een beurscrash hadden de mensen nog nooit gehoord. De bomen leken tot in de hemel te groeien, want mensen gingen ook geld lenen voor een nieuwe auto of een woning in te richten met meubels. En ze konden zich ook voor het eerst dure merkkleding veroorloven. Het kon niet op in deze periode in de jaren 20. En daarom noemen we deze korte periode van economische voorspoed de Roaring Twenties. En dat eindigde plotsklaps dus met die beurscrash in 1929. En in de Verenigde Staten gingen veel personen, fabrieken en bedrijven failliet. En ook banken gingen failliet. En de Amerikanen kochten daarom ook steeds minder buitenlandse producten, waardoor ook andere landen in de problemen kwamen. En op die manier sloeg de economische crisis over naar Europa. Van Nederland werden er groenten en bloemen gekocht, maar ook die handel viel stil en zo kwam de Verenigde Staten in een crisis terecht. Boven me zie je de grafiek van de Dow Jones Industrial Index tussen 1929 en 1932. En je ziet dat 90% van de waarde van de index verloren gaat. Waarbij die eerste instantie staat op bijna 380 punten. En helemaal zakt tot 40 punten. Dus dat is ruim 90%. En op Black Thursday verloor de Dow Jones index 11% van de totale waarde. En in de week daarop, toen ook Black Monday en Black Tuesday voor grote verliezen zorgden, verloor de index nog eens gemiddeld 25%. En in de maanden daarop bleven de koersen nog verder dalen. Tot 8 juli 1932, waarop het laagste punt werd bereikt. Het duurde uiteindelijk 25 jaar tot 1954 voordat de koersen weer op hetzelfde niveau waren als vlak voor de beurscrash in 1929. De crash werd gevolgd door een bankencrisis en een internationale schuldencrisis, waarvan het directe gevolg vrijwel door de gehele jaren 30 voelbaar bleven. Voor de Nederlandse economie was de export van producten naar het buitenland erg belangrijk. En toen andere landen geen geld meer hadden om Nederlandse producten te kopen, kreeg ook Nederland veel last van de economische crisis. En zo konden veel bedrijven hun producten niet meer verkopen. Zij moesten daarom ook minder produceren en arbeiders ontslaan. Sommige bedrijven konden daardoor hun eigen leningen niet meer aflossen en deze ondernemingen gingen dus failliet. En hun werknemers werden dan ook werkloos. En door al die ontslagen nam de werkloosheid snel toe. Van 100.000 mensen in 1930 tot meer dan 500.000 in 1936. In dat jaar was 1 op de 4 Nederlandse arbeiders werkloos. De werklozen verarmden snel, want ontslagen arbeiders kregen in die tijd nog geen uitkering. Alleen als je lid was van een vakbond, kreeg je nog 8 weken een kleine uitkering. Maar daarna moest je dus geld gaan aanvragen bij de armenzorg. En je ziet dus
richting de jaren 30 dat de werkloosheid licht afneemt. Vervolgens schiet hij omhoog na die beurscrash. En uiteindelijk bereikt hij dus het hoogtepunt in 1936. En daarna zakte de werkloosheid weer naar beneden richting de Tweede Wereldoorlog. Maar bleef dus onverminderd hoog. Omdat er steeds meer mensen werkloos werden, startte de regering in 1931 met steunverlening. En dat betekent dat mensen tussen de 21 en 60 jaar, die buiten hun schuld werkloos werden, een kleine uitkering konden krijgen van de regering. En die uitkering werd dan ook als steun genoemd. En dat was ongeveer de helft van het normale loon. De controles op werklozen waren erg streng. Zo moesten ze twee keer per dag gaan stempelen op een stempelkantoor. En als je stiekem bijverdiende of geld kreeg van anderen, verloor je meteen je uitkering. Dus ja, er zaten behoorlijke controles op. Zoals op de foto linksonder zie je dus die werklozen die naar het stempelkantoor gaan in Amsterdam om een stempel te halen. Dus ja, dat kostte ook veel tijd en dat ging weer, dan weer ten koste van het zoeken naar werk. Dus ja, het schoot aan de andere kant ook weer zijn doel voorbij. Boven me zie je een foto van een wanhopige werkzoekende die met een bord staat op zoek naar werk. En verder zorgde die periode ook voor de opkomst van de nationaal-socialistische bewegingen in Nederland, waarvan de NSB de grootste beweging werd en uiteindelijk ook in de jaren 30 opkwam. De leider van de NSB was Anton Mussert en hij was dan de lijsttrekker van de NSB. Veel mensen kwamen terecht in de werkverschaffing en dat betekende dat werklozen steun kregen. Maar in ruil daarvoor moesten ze werken voor de overheid. Ze moesten bijvoorbeeld heidegronden ontginnen, kanalen graven of parken aanleggen. En eind jaren 20 was er al mee begonnen, maar tijdens de crisis werden er nieuwe projecten bedacht en uitgevoerd. Bijvoorbeeld de parken in de Wieringermeer, dat is een voorbeeld van een werkverschaffingsproject. Voor sommige projecten moesten dus die werklozen naar de werkkampen en als je dus weigerde, verloor je je uitkering. Nou, een ander werkkamp is dus het Weideveld in Ede, waar dus de mensen ook overnachten. En daar hadden ze dus barakken neergezet waar dus de arbeiders konden slapen. En in de bossen waren ze dan aan het werk aan de wegen. En helemaal linksonder zie je dus een pamflet uit 1907, waarin wordt opgeroepen tot werkverschaffingsprojecten voor werklozen. Ondanks al die maatregelen hadden veel werklozen het slecht. Van de regering had je weinig te verwachten, want als je langer werkloos was, raakten kleren en schoenen versleten. Je kon wel spullen via de steunverlening aanvragen, maar die kleren en schoenen waren dan gemerkt. Iedereen kon dan zien dat ze van de steun kwamen. Voor veel mensen was dat dus een verschutting. En Colijn, die vanaf 1933 de regering leidde, koos voor de aanpassingspolitiek. En dat betekende dat de regering zich aan de dalende welvaart aanpaste. De regering Colijn gaf dus minder geld uit omdat er ook minder inkomsten waren. En daarom gingen in 1934 zowel de lonen als de uitkeringen omlaag. En de regering zag geen andere mogelijkheid met zoveel werklozen dan dat te doen. Op de foto's boven me zie je Colijn als minister-president in de jaren 30. Want van 1925 tot 1926 was hij ook al de premier. En van 1933 tot 1939 was hij in 5 kabinetten minister-president van Nederland. In kabinetten Colijn 1, 2, 3, 4 en 5. Hij overleed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nou, de aanpassingspolitiek loste de problemen niet op. Integendeel, de schulden, maar ook de werkloosheid liepen verder op. En daarom kreeg de regering in het parlement ook veel kritiek. Volgens de socialisten moest de regering veel actiever ingrijpen. Ze kwamen daarom ook met het plan van de arbeid. En dat was een plan uit 1935 van de socialisten om meer banen te scheppen. En het plan van de arbeid is bedacht door Hendrik de Man. Het wordt plan van de man genoemd. In de geest van de Britse econoom John Maynard Keynes. Die ook in de jaren 30 actief was. En zijn stimulerings... het idee had, zeg maar, om door meer geld in de economie te steken, dat daarmee de economie weer aan de praat geholpen kon worden. Dat is dat, zeg maar, het Keynesiaans denken.
En nou, de man en ook de socialisten, die namen dat dan over. En die waren aanhangers van de theorieën van Keynes. En dat je dus meer geld moest uitgeven, zodat dus ook die arbeiders dus ook dat loon zouden gaan uitgeven. En dat zal uiteindelijk de economie weer aanzetten, zodat er weer die groei kon komen. Maar de socialisten hadden in Nederland geen meerderheid, dus ging dat plan niet door. En op de foto linksonder zie je dus John Maynard Keynes in 1933. Veel werklozen schaamden zich voor hun situatie, terwijl ze er zelf niet veel aan konden doen. Je had gemerkte kleding en gemerkte schoenen, controles van de steunverlening met die stempelkaart, de verplichte werkverschaffing in werkkampen. De werklozen vonden het eigenlijk allemaal heel erg vernederend. En natuurlijk waren er ook de protesten tegen armoede, de vernedering en de maatregelen tegen de regering. En uiteindelijk zorgde dat er ook voor dat de mensen gingen staken. En in 1931 brak er in Twente een staking uit van textielarbeiders, omdat ze 5% minder loon kregen. En ondanks steun van de vakbonden bereikten de arbeiders niet wat ze willen. De loonsverlagingen gingen gewoon door. En op de foto boven me zie je dus die werklozen die in de rij staan voor een gratis fietsplaatje. Op 9 juni 1924 was in Nederland de fietsbelasting ingevoerd. En wanneer je die betaald had, kreeg je dus als bewijs dat fietsplaatje, wat dus duidelijk zichtbaar aan het stuur bevestigd moest worden. Tijdens de crisisjaren besloot de regering om aan werklozen een gratis fietsplaatje te verstrekken. Maar in dat plaatje was dan een gat aangebracht, zodat iedereen kon zien dat je geen belasting betaald had, omdat je werkloos zat. En dat was een bron voor veel kritiek, want dat was ook vernederend, hè, dat je dan dat fietsplaatje met dat gat had. Ja, waren allemaal dingen die onnodig waren. Min of meer werd dat, weet je, eigenlijk te schande gezet als je dus werkloos was. En dat zorgde voor veel onvrede in de maatschappij. En in Amsterdam braken verschillende huurstakingen uit. In Amsterdam-West bijvoorbeeld kregen arbeiders in 1932 tegelijk een loonsverlaging en een huurverhoging. Maar ook deze stakingen hadden geen succes, want de huurders die hun huur niet betaalden, werden uit hun huizen gezet. En in 1934 brak er de Jordaanoproer uit. En dat was een opstand van bewoners in de Amsterdamse wijk de Jordaan, die uitbrak toen de regering de steun verlaagde. Het kwam bij deze opstand tot felle straatgevechten tussen boze werklozen en de politie. En de politie werd bekogeld met straatstenen en dakpannen. De Jordaanoproer werd met veel machtsvertoon onderdrukt. En daarbij werden dus de politie en de marechaussee en het leger ingezet om deze gevechten te beëindigen. En er vielen uiteindelijk 50 gewonden en 6 doden. Maar de regering bleef bij het besluit dat de steun omlaag ging. En de gevolgen van de crisisjaren van de jaren 30 waren groot, met name in Europa, want de armoede groeide gigantisch. En de crisis voedde dan ook een tal van dictatoriale bewegingen, met als bekendste voorbeelden het communisme in Rusland met Stalin, maar ook het nationaal socialisme rond Adolf Hitler. En natuurlijk ook de NSB in Nederland met Anton Mussert. En in Italië kwam het fascisme op met Benito Mussolini. En de spanningen in Europa liepen hierdoor snel op en dat leidde uiteindelijk tot de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog.